2011 komt steeds dichterbij. Dit is de Skyline Countdown. Met nu Niels Kroef, Bart Krijnen. Skyline Countdown. De Skyline Countdown. Zo, Bach. Zo. Hey. Ik zit even in je neus. Petra, jij bent nog even hier. Ja, want je hebt iets speciaals voor de mensen heb je meegenomen. En dat zijn singeltjes, die gaan we weggeven. Ja, die mogen jullie weggeven. Ja. Ja. En je hebt er ook iets leuks op geschreven. Ik heb er iets leuks op gezet, ja. Misschien dat we dat in beeld kunnen brengen. Ik heb ze gesigneerd. Hartstikke leuk. En ik hoop dat het beter klinkt als... Hoezo? Nee. Dat was toch goed? Ik vond het leuk klinken. Ja, nee, het was hartstikke goed. Nee, maar dat was omdat we even iets in moesten regelen. Daarom was er even een... dat gebeurt, ja, dat is ook vaak... Nee, maar luister, dat is even serieus. Op televisie, op Nederland 1, waar dan ook, als mensen live zingen... Ja. Dat is gruwelijk moeilijk om uit te regelen. Moeilijk. Ja, en dan de camera nog, en de kerstmannen. Ja, oh. Ja, en de kerstmannen. Ja, en de kerstmannen. Daar word je heet van. Nou, daar komt, ik zou je vertellen, daar komt een partij hitte uit. Die pakken, die wil je niet weten. Als je daartussen staat... Ja. Oh, dan loopt het van je kruin zo, je naad zo, je schoenen in. Smakelijk eten voor het smakelijk eten, ja. Toosjes erbij, hè? Nee, dat is... Ja. Goed, maar Petra, bedankt voor de komst. En hartstikke fijn dat je er was. Ja, kom nog een keer terug. Ga en, ik zeker we vonden doen. Het ga hartstikke leuk. Doen. Kom, je krijgt een knuffel van me. Zo. Wat een liefde toch hier op deze tweede kerstdag. Petra, bedankt. Jij alleen wat ben jij? Ik heb een beetje schuine lippen vandaag. Dus ik denk niet dat het om gaat worden. Maar ik vond het hartstikke leuk dat je er was vandaag, Petra. Ik ook. Ik vond het heel gezellig om hier te zijn. Ik zou zeggen, geniet nog thuis van de tweede kerstdag. Ik val hier even stil van, en, sorry. En alvast de beste wensen. En dat al je dromen uit mogen komen. En heel veel succes op 2 januari. En het nieuwe jaar, want dan ga jij ergens optreden in 'Sertoog en Bos. En meer informatie is te lezen op petravangennep.nl. Met dubbel N, 1 I op het eind. En dan komt het P. Goed. Ja, met een P nog eens. Komt de P van Pieter. Goed. En je hebt nog iets nou ja. Je hebt nog iets leuks opgeschreven, Niels en Bart. Ik vond het heel leuk om hier te zijn. Ja. Nou, dat vind ik. Ik heb ook wat op het bord geschreven. Oké, maar dat leggen we zo meteen uit. Ga dat maar doen. Tooske gaat dat zo meteen uitleggen hoe dat werkt op dat bord. Ja. Dus die is nog even met de toiletten bezig, maar dat komt zo meteen. Oké, ook. En anders Bassie, hè? Anders Bassie. En Bassie. Ja, Bassie. Okay. Nou, zullen we Bassie er even bij roepen? Bassie! Bassie! Ik vind ze leuk, Bassie! Zo. Oké. Goeiedag. Nou, telefoonnummer, waar kunnen de mensen naartoe bellen? De mensen kunnen nog steeds bellen voor groet en verzoek naar 0413 25 25 08. Natuurlijk kan je ook een e-mail sturen naar countdown@skylinertv.nl. Twitteren kan naar @skylinertv. En natuurlijk kun je ook meekijken op Skyline Televisie. En via de website www.skylinertv.nl. En luister naar je radio op de 106.0 en de 107.1 FM. Applausje voor Bassie! Yeah. Nou, super. Oh. Hartstikke leuk. Al uit zijn hoofd, ja. Allemaal uit zijn hoofd. Zo direct hier Danny Everett. Die komt hier zo direct zingen. Ja. Dag. Zo. Goed, en dat gaan we zo meteen doen. En natuurlijk ook muziek. En we hebben verzoekjes. U kunt bellen, dus u hebt het net van Bassie gehoord. Ja. Ik ga even hier een beetje opruimen, want ik vind het een beetje een zooitje. Het is een beetje een chaos. Ja, dus sorry, maar kan zo niet werken. We gaan straks ook nog even... Ik kan zo niet werken, nee. Goed. Nee, maar ik heb gehoord dat Tooske straks nog even het spelletje gaat uittesten. Want morgen, dat moeten we ook uitleggen, Niels. Mm-hmm. Voor de mensen thuis, die nu op televisie zitten. En voor de radio thuis ook natuurlijk. Mm-hmm. Als u morgen mee wilt doen met ons spel, met Henk Trimbach, wordt een heel leuk spel, gaan wij straks allemaal aan u uitleggen. En dan komt u hier bij ons gezellig in de studio. Nou, ik hoop dat u er allemaal bent. Hè? Ja, is niet gezellig? Wat hartstikke gezellig, ja, absoluut. Ja, ik zou nog wel één keer het telefoonnummer willen noemen. Alleen nee, dat doet Bassie. Bassie! Natuurlijk, Bassie. Ik word een beetje nu al moe van. Ja, Bassie. Ja, dan zijn we weer. Even het telefoonnummer, Bassie. 0413-25-25-08. Samen met jou. Tellen we af naar 2011. Skyline Countdown. Ja.